Goh, als je iets nodig hebt, kom je het gewoon vragen. Dan kun je het altijd lenen. Bij de Hortus Nijmegen is afgelopen woensdag ingebroken. De daders maakten het elektrisch gereedschap van de stichting buiten. Het was de tweede keer in korte tijd dat er werd ingebroken bij de theetuin. Nou ja, in september hebben we dus een uh, eerste inbraak hier gehad. En uh, toen hebben ze in het kantoor en in de kassen alle. Keukenapparatuur meegenomen en ook alle kantoorartikelen, dus alle computers. En uh, dat was vooral heel ingrijpend voor onze werkgemeenschap, want we werken met ongeveer 60 uh, vrijwilligers en uh, we ja, ontvangen je mensen in de tuinen. En wat je dan ziet is dat uh, ja, we werden er allemaal stil van: zo van ja, waarom doen mensen ons dan, dat nou met ons? en uh, Dus dat heeft er flink ingehakt toen al. Ja, dus dat betekent dat op nu deze, deze inbraak die afgelopen woensdag plaatsvond, hebben ze weer een gat in het hek geknipt. En zijn toen in onze container met werkmaterialen binnengegaan. En hebben daar alle elektrische materialen mee genomen. Kettingzagen, een schaaftafel, een boormachine. Nou, we troffen de container dus open aan. En uh, ja, voor de mensen die hier werken, dan moet je echt denken, we werken met mensen van het RIBW, vanuit uh, Werkbedrijf, van wijkwerk, allerlei integratiebureaus, ook van de reclassering. En dat doen we altijd samen. En uh, ja, ik zeg altijd van: goh, als je iets nodig hebt, kom je het gewoon vragen. Dan kun je het altijd lenen. De inbraken hebben veel indruk gemaakt. Gelukkig kan de stichting, net als de vorige keer, rekenen op steun van de liefhebbers van hun tuinen. Zo'n inbraak en ze halen die spullen weg, al die elektrische materialen. Um, dat is voor een kleine stichting zoals wij zijn ja, een hele grote financiële aderlating. Um, ja, de schade was bij de eerste inbraak uh, rond de 5000 euro. En um, ja, toen op een tip van Facebook uh, kregen we van nou start een crowdfundactie. Dat hebben we toen ook meteen gedaan. Uh, ja, toen hebben we tegen de 6000 euro opgehaald. En er zijn meer dan 400 mensen die ons geholpen hebben. Ja, dus ja, daar werden wij heel warm van. En dat is misschien soms nog wel eens belangrijker dan al het geld. Op dit moment hebben we weer een actie lopen. De schade is dus 1500 euro. En vanochtend, toen ik opstond, zag ik al dat we op 1200 euro zaten. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus dank je wel, mensen die al schenken. MUZIEK maar...